Wat betekenen Goede Vrijdag en Pasen voor u? We vroegen het in Utrecht. Pasen was, dat is eigenlijk vanuit mijn jeugd, is dat altijd geweest, het opstaan van Jezus uit het graf. En tegenwoordig heb ik eigenlijk meer met de Passion, dat vind ik gewoon heel erg leuk, okay. Op de televisie, om dat te zien. En dat betekent ook wel een heel klein beetje Pasen voor mij. Goede Vrijdag is bij mij altijd een droevige dag, was het van vroeger uit, dan mocht er heel weinig. Maar tegenwoordig gaat het er een beetje heel makkelijk overheen. Dus ik denk er wel aan, want ik weet dat het een dag is dat Jezus gestorven is. Ja, ik ben zelf christelijk, dus Pasen heeft voor mij wel een christelijke betekenis, zeg maar. Okay. Dus niet zomaar dagje vrij en voor de vrijdag ook gewoon naar de kerk en erover nadenken en dat soort dingen, zeg maar. Wat betekenen Goede Vrijdag en Pasen voor de inwoners van Opheusden? Pasen, dat is de wederopstanding van Jezus, een nieuw begin. En Goede Vrijdag? Dat was de laatste dag, het laatste avondmaal en Gethsemane en dat hij gearresteerd werd. Volgens mij is Pasen het belangrijkste van hij is opgestaan, hij leeft. Rond Goede Vrijdag, ja, dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste, dat hij het kruis gehangen heeft voor de zonde van de mens eigenlijk. Goede Vrijdag en Pasen zijn helsfeiten. Maar wat betekenen deze helsfeiten eigenlijk? Goede Vrijdag noemen wij in de kerk een helsfeit. En dat is heel bijzonder als je beseft dat heil plaatsvindt aan een kruis. Waaraan iemand lijdt, waaraan iemand pijn heeft. Dat heeft alles te maken met de verantwoordelijkheid die Jezus genomen heeft voor de zonde die jij, ik heb gedaan. Jezus heeft aan het kruis geleden. En hij heeft daar ook gestreden om de dood uiteindelijk te overwinnen. Het is heel opvallend dat in Jesaja, een bekende profeet uit het Oude Testament, al geschreven staat dat als wij Jezus zien aan het kruis, dat wij denken, wordt hij nou door God verlaten? Wordt hij door God verbrijzeld? Hoe zit dat? Dat heeft alles te maken met dat Jezus onze ongerechtigheid, onze zonde op zich heeft genomen. God heeft verantwoordelijkheid genomen voor wat wij hebben misdaan. En dat is het bevrijdende van Goede Vrijdag. Hoewel je op het eerste gezicht denkt, er gebeurt iets vreselijks, blijkt daar uiteindelijk dat Jezus Christus overwonnen heeft. Hij heeft de macht van de dood teniet gedaan. Hij heeft de hel verslagen. En dat is ook waar het naartoe gaat. Het eindigt niet op Golgotha, het eindigt in de hof van Jozef van Arimathea. Eigenlijk begint het daar. Daar staat Jezus op uit de dood. Hij heeft overwonnen. En ieder die in hem gelooft, hoeft niet bang te zijn om te sterven. Hoeft niet bang te zijn dat het sterven een eindpunt is. Het is een doorgaan naar de eeuwige heerlijkheid. Naar dat moment waarop je met God samen bent. Dat is Pasen. Goede Vrijdag zonder Pasen is onbestaanbaar. En Pasen zonder Goede Vrijdag hangt in de lucht. Jezus heeft verantwoordelijkheid genomen voor wat wij hebben misdaan. En wie in hem gelooft, heeft het eeuwige leven.